Dries, nu de vraag om een beetje te reageren op het verhaal dat we gehoord hebben hier. Er zijn denk ik twee belangrijke dingen gezegd. Barbara heeft een beetje de nadruk gelegd op de rol van het wetenschappelijk onderzoek en de reductionistische benadering van de universiteit. Lijkt me toch wel belangrijk. Waar zit de universiteit zijn middelen op in? Hoe komt het en wie maakt die keuzes daartoe? En Steven heeft het meer gehad over het landbouwmodel op zich. Mijn vraag aan u is, van, ja, gezien toch wel het grote onevenwicht bestaat tussen multinationals en het beleid en de kleine landbouwer, zeg maar, hoe gaan we daar rond een zinvolle communicatie kunnen opzetten met het maatschappelijk middenveld? Heb je daar ideeën rond? Oké, dank je. Mijn insteek is inderdaad, of mijn instap in het debat, die van een politieke rol. Ik ben helemaal geen landbouwspecialist, laat staan regio-specialist, dat zal ik ook nooit worden. Maar als politieke wetenschapper ben ik natuurlijk heel sterk geïnteresseerd in hoe zo'n maatschappelijke discussie zich ontwikkelt. In het algemeen, ook in het bijzonder, hoe dat discussies zich naar aanleiding van die bepaalde actie ontwikkeld hebben. En ik moet zeggen, voor mij was dat eigenlijk een ongelooflijk boeiende periode, ook belangrijke periode. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Het eerst toen ik in het journaal of waar dan ook de berichten las over die actie, ik dacht ja, anti-GGO-activisten die een actie ondernemen, een veld aanpakken, dat is vroeger nog gebeurd. Ik meende het debat een beetje te kennen. Ik ben ook actief geweest in de milieubeweging, groene beweging. Op zich niet zoveel bijzonders, dacht ik op het eerste zicht. Ik moet ook toegeven dat ik de GGO-discussie zelf, zoals zoveel mensen denk ik, het is niet puur een persoonlijke getuigenis, ik denk dat het bij veel mensen zo leefde, en nog altijd leeft, van ja, er zijn er wel problematische aspecten aan, dus een belangrijk maatschappelijk debat, niet zo gemakkelijk. Er zullen misschien ook wel positieve zaken uit de genetische manipulatie gekomen zijn. En zo sluimert dat wat, kabbelt dat wat, en zijn er steeds minder mensen in de maatschappij, aan de universiteiten en ver daarbuiten die eigenlijk de finesses van de zaak kennen en ook de valkuilen en de risico's kennen en die goed tot zich laten doordringen. Maar toen kwam dus die actie. De actie zelf, ja, de discussie vandaag gaat niet echt daarover, maar ik had natuurlijk sympathie voor die actie, maar zoals zoveel mensen, en zeker ook als personeelslid van de Universiteit Gent, gemengde gevoelens daaromtrent. Maar dat is uiteindelijk niet zo belangrijk, vind ik, op dit ogenblik. Want het is een belangrijke discussie, maar niet de belangrijkste. Wat ik eigenlijk veel belangrijker vond en veel interessanter vond, waren de reacties op de actie vanuit heel wat actoren, universiteiten, politiek, de minister-president. En dat was nogal heftig, dat was nogal eendimensioneel, in één richting. Men criminaliseerde de actie heel sterk, zoals we gezien hebben. Volgens mij moesten ze dat niet doen. Maar wat er allemaal bij kwam, was ook een tamelijk agressief, bijna totalitair discours van GGO's zijn goed, ze zijn de toekomst, GGO's zullen de honger uit de wereld helpen. Deze wel bepaalde aardappelen, of de genetische manipulatie daaromtrent, gaat over het reduceren van dus, bestrijdingsmiddelen tegen ziektes enzovoort. Dus ook goed voor het milieu. En voor de rest hoeft er daarover niet zoveel gezeverd te worden. Dat was eigenlijk de grote boodschap. Voor de rest moet er daarover niet meer gezeverd worden. En op dat ogenblik was ik op mijn teen getrapt. En toen dacht ik, hé, wat is er hier aan de hand? En daarna zijn er dan allerlei grote woorden gebruikt natuurlijk in opiniestukken, in tussenkomsten van rectoren van anderen, over de wetenschap met de grote W, waar niet aan mag getornd worden, het vrije, kritische, fundamentele onderzoek. Dat is allemaal in één zin, is dat ook gebruikt geweest door zeer geleerde mensen, omtrent onder andere die BASF-aardappel. Vrij, kritisch, fundamenteel onderzoek. Op een bepaald ogenblik in een bepaalde context heeft een rector van een Vlaamse universiteit over iemand anders gezegd, die heeft het hart van de universiteit geraakt en zo ging dat maar door. Het hart van de universiteit, dames en heren, dat is inderdaad vrij kritisch, onafhankelijk, fundamenteel onderzoek. En wat heel sterk indruist tegen die geest, is de vaststelling die we vandaag moeten maken,
dat er omtrent GGO-onderzoeken, GGO-industrie, aan alle maatschappelijke implicaties daaromtrent, aan de universiteiten eigenlijk om zeggen, niks gebeurt. Of zeer weinig. Zeer, zeer weinig. Ik heb dat duidelijk gezien en ervaren aan de Universiteit Gent, waar ik mij actief in de discussie gemengd heb op verschillende manieren. Onder andere via de co-organisatie van een debat dat we hierover gevoerd hebben vanuit het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. En ik vind de manier waarop met de discussie omgegaan wordt binnen de universiteiten tamelijk hallucinant. Dus al de maatschappelijke vragen die opgeworpen worden over de risico's van GGO's als zodanig, maar ook binnen welk soort landbouwmodel zit dat, binnen welk soort Noord-Zuid verhoudingen zit dat, wat is de rol van multinationale ondernemingen, is heel dat pakket. Dat is er een heel pakket rond de politieke besluitvorming eromtrent. Hoe zit het met de transparantie? Hoe zit het met de regelgeving? Er is bijvoorbeeld de Bioveiligheidsraad, die ook in de picture gekomen is, niet altijd positief. Een interessant politiek debat is, ja, rond heel complexe industrieën heb je toezichthouders. Hoe zit het met de toezicht op de toezichthouders? Dat is bijvoorbeeld een interessant debat, vind ik. Dat debat hebben we een klein beetje gehad in verband met het nucleaire. Dat hebben we nogal sterk gehad in verband met de banksector, de GGO-industrie. Dat komt evenzeer in beeld voor net zo'n discussie. Daar ben ik minder in thuis, maar onderzoek in landbouwwetenschappen wordt er niet inderdaad veel te veel geld ingezet op wel bepaalde benadering. Er is ook agro-ecologie, er is de biologische landbouw. Allerlei wetenschappelijke vragen die zich daar stellen in verband met gewasbescherming, met bodembeheer, noem maar op. Gaat daar voldoende geld naartoe en zijn de proporties van die geldstromen juist? En dan stellen we vast aan de universiteit dat eigenlijk, om zeggen eens, niemand zich die vraag stelt. En dit is hallucinant. Ik schuur nogal graag grote woorden, maar ik vind het toch correct om te zeggen, ja, deze casus heeft ons geleerd dat er met onze democratie, onze westerse democratie, zeer grote problemen zijn. En dat onze democratie zelfs in gevaar is. Een gezonde democratie is voor mij veel meer dan de mensen die naar het kieshokje gaan, daar een parlement aanduiden, en aan het parlement dat zomaar meerderheid tegen minderheid van alles beslist. Onder andere beslissingen van het volgende type, namelijk heel wat moeilijke maatschappelijke kwesties gaan we delegeren aan technische gremia, technische experts, commissies, die namens ons zullen waken over de veiligheid, de gezondheid en heel die bredere context. En in die zin dat wij er ongeveer van af zijn, of waar dat we dus noods blindelings op kunnen vertrouwen. Dit is zeer problematisch, vind ik, in een democratie. Het is een debat dat de Groenen natuurlijk kennen, dat dit soort zaken niet aan de technici alleen mogen worden overgelaten, maar dat de brede maatschappij goed geïnformeerd daar volop bij moet betrokken worden, maar dat is een gedachte die niet wijd gedeeld wordt in de praktijk. Transparantie betekent ook correcte informatie, dus dat er geen leugens verteld worden. Ik zeg niet dat er leugens verteld worden, maar door de desinteresse en de onverschilligheid ten opzichte van de problematiek van besluitvorming heb ik als burger geen garantie meer dat we correct geïnformeerd worden en dat die transparantie ook echte transparantie is. Een democratie, met andere woorden, veronderstelt ook al die zaken. Wat een democratie ook veronderstelt, is dat tussen verkiezingen door bepaalde belangrijke maatschappelijke actoren, zoals nu bijvoorbeeld de academische wereld, hun kritische rol blijven spelen. En het beleid voeden met kritische inzichten, met nieuwe inzichten. Wanneer de academische wereld die rol niet meer vervult, is opnieuw een belangrijke motor. Je kunt je voorstellen, democratie als een vliegtuig, een belangrijke motor stilgevallen. In de democratie van vandaag, en deze casus stond dat aan, zijn dus verschillende van die motoren die nodig zijn in een gezonde democratie. Tussen verkiezingen door stilgevallen, en dan gaat die democratie naar een crash. Dus dit is de ernst van de zaak wat mij betreft. Nu een aantal concrete zaken in verband met het dossier zelf. Ik ga misschien beginnen met transparantie. Er is dus een reflex
En daarom is het zeer spijtig dat het VEB momenteel niet vertegenwoordigd is in het debat. Er is een reflex om zowel het onderzoek als de communicatie en de voorlichting omtrent het hele GGO gebeuren te geven aan het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie is een interuniversitaire constructie, een vehikel om het GGO-onderzoek in Vlaanderen te stroomlijnen. Wat er en parlementairen en gewezen parlementairen in de zaal op Vlaams niveau kunnen dat zeker bevestigen. Van in het begin en tot op de dag van vandaag, en dat is ook helemaal geen geheim, denk ik, heeft het VIB duidelijk ook een economische finaliteit. Dus de Vlaamse overheid heeft gezegd, ja, we leven in een mondialiserende wereld. Een kleine regio doet er goed aan om te focussen ook op een aantal technologische speerpunten en daaromtrent ja, technologievalleien, clusters enzovoort te creëren. Op zich heb ik met dat idee geen enkel probleem. En het VIB is daar dus een product van. En op de website van het VIB en een andere publicatie wordt heel duidelijk gezegd, ja, wij doen onderzoek, wij doen fundamenteel onderzoek, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ons onderzoek de weg vindt naar de markt, naar de bedrijven, en dat dat jobs en economische return zal opleveren voor Vlaanderen. Met andere woorden, in het opzet van het VIB, het design van deze instelling is helemaal niet opgenomen, dat men tegelijkertijd ook bezig is met die kritische reflectie omtrent het bredere context. En dit is in het debat ook een zeer belangrijk onderscheid voor mij, of laten we zeggen een continuum. Er zijn nogal veel mensen aan de universiteit en daarbuiten die denken de kritische reflectie over GGO's blijft beperkt tot de risico's in verband met gezondheid en milieu. En daarvoor hebben we ethische commissie, daarvoor is er de Bioveiligheidsraad, zijn er ook een aantal studies en een aantal onderzoekers zijn daar ook mee bezig. En that's it. Ja, uiteraard weten we, het gaat ook over veel andere vragen. En in het design van het VIB, de manier waarop in de architectuur ervan, is het niet voorzien dat al die andere vragen op een deftige manier worden behandeld. Namelijk, naar welk landbouwmodel gaan we? Het feit dat men leven patenteert en op basis daarvan dan een zeer groot deel van de mondiale markt in zaden bijvoorbeeld probeert te monopoliseren, of dat er een oligopolie ontstaat door enkele bedrijven. Dus toevallig ook enkele chemiebedrijven, die zich ook toeleggen op voedingsproductie, of voedselproductie, ja, dat moeten we vaststellen, die eigenlijk met zijn tienen, of ik weet niet hoeveel grote spelers er precies zijn, uiteindelijk zullen beslissen wat we met z'n allen gaan eten uiteindelijk, want daarover gaat het. Het is een belangrijke maatschappelijke vraag. Het GGO-onderzoek in Vlaanderen, vind ik, zou zich ook over die vraag moeten buigen. Of daarom niet het GGO-onderzoek als zodanig. Er moeten andere onderzoekers daar rondgeplaatst worden, liever eigenlijk, die zich met die vragen bezighouden. En dat is uiteraard niet de core business van het VEB zoals het nu ontworpen is. Je ziet ook in de beheersstructuren dat de andere maatschappelijke actoren, belanghebbende partijen, milieubeweging, Noord-Zuidbeweging, daar niet structureel bij betrokken wordt. Ik heb wel gezien dat er een CEO van een grote chemische firma wel in het bestuur zit van het VEB bijvoorbeeld. Met andere woorden, als de situatie zo is, moet men niet het hele maatschappelijke debat toevertrouwen aan het VEB en daar het monopolie als het ware gaan leggen. Want dat is wat er in zekere zin gebeurt en dat is hallucinant. Allerlei maatschappelijke vragen worden niet behandeld. Eentje dat ik hier wil vermelden. Men zegt, ja, GGO's zullen de honger de wereld uithelpen. Theoretisch zou dat kunnen kloppen nog, in het allerbeste geval. En dat is mijn standpunt in het debat, nota bene. Ik neem geen standpunt in pro- of contra-GGO's. Dat is niet mijn instap. Ik heb het over dat metadebat, dat volgens mij niet in orde is. GGO's zullen de honger de wereld uithelpen. Maar dan is een wetenschappelijke vraag, vanuit sociale wetenschappen, ja. Hoe dan? Op welke manier zullen de resultaten van het GGO-onderzoek zodanig hun weg kennen dat de armen zal versterken? De arme boeren, andere armen, en hun voedselprobleem zal helpen oplossen. Welke maatschappelijke weg moeten we daarvoor afleggen? Welke obstakels moeten er overwonnen worden?
daarover kun je verschillende doctoraten schrijven, zou je zelfs moeten verschillende doctoraten schrijven. Daar is men gewoon niet mee bezig. Dan zit ik op een debat over GGO's, dan gaat het even daarover. Dan wordt er geklaagd, ja, als we onderzoeksgeld vragen of zoeken om GGO's relevant te maken voor de derde wereld, om het simpel te maken, dan is er één belangrijk kanaal en dat is de Vlier Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. Heb ik gehoord op een debat, andere mensen waren er ook aanwezig. De Vlier Universitaire Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse Universitaire Raad is dat. Die hebben inderdaad een geldpot voor, en dat is misschien een serieuze geldpot, om onderzoek en verband met ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp te financieren. Maar die geldpot is veel bescheidener vergeleken met de geldpot die er is voor de financiering via allerlei speciale kanalen van het gewone GGO-onderzoek in Vlaanderen. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Dat men dan om de grote slogan GGO's tegen de honger, om die werkelijkheid op bewaarheid te maken, dat men dan gaat peuteren in de beperkte geldpotjes van de ontwikkelingssamenwerking. En dat de Vlaamse overheid als zodanig en de grote multinationals die erbij betrokken zijn, daar blijkbaar minder geld voor hebben. Dat is ook een vaststelling die we moeten maken. Maar zo kan ik nog lang doorgaan, dan zal hier voorlopig afronden. Dank u wel.